Gut. Ik heb muziek uitgezet. Ik heb alles eruit gehaald. Ja, we zijn nu al live. Leuk. Ja, dat kan ik niet meer zingen, jongens. Ja, kijk. Dan worden we geband. Zo. Als je het zelf zingt, is het geen copyright, hè? Dat ben je zelf alleen. Ja, nu moet je even... zing even dan. Misschien word je gezien. Misschien word je nog bekend. Ja, man. Ik ben al bekend. Als je het doorstuurt op WhatsApp, dan zing ik het wel. Of op Facebook. Oké, ik stuur het wel op Facebook. Heb ik je gelijk gehad, hoor. Ken je die melodie van daar hoog op de derde? Ja, die ken ik, ja. Komt ie hoor. Zet je schrap, jongens. Even de gordel om. We gaan in z'n vijf. Is dat het leukste? Daarboven op die berg, daar staat een stier. Hij geeft geen melk, maar hij neemt het bieren van je. Ai nee. Ik ga hem wel eerst lezen, want dat is echt te erg is te acteren. Ja. Ja, er zijn wel erger. Ben benieuwd. We hebben ook een liedje over dat Abel Enstra zijn vrouw Abel Enstra vermoord heeft. Naar huis, je moeder is een moeder. Dames en proberen ze ons nu al te naaien. Wat is dit, man? Boys, let ook even op je taalgebruik. We zijn online, dat kan gewoon niet. Alsjeblieft, ja? Oké, dankjewel. Als u. Wat is het doelsaldo eigenlijk van PSV? We hebben 12 en Excelsior heeft 10 of zo. Waar is Kevin? Ja. Hij is zo. Had hij even kapot gegooid. Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemetje is goed, hè? Een bloemetje is goed, hè? Jumbo erop, alsjeblieft. Zit in ieder geval mijn lol te wachten.
dit is ook allemaal op die stream te zien, toch, PNC? Ja, man. Ja, man. Hebben ze nog steeds niet gestuurd? Ja, nee. Oh, juk. Doet hij nou wel? Ja, ik hoop het wel. Ja, toch. Hij doet het. Als er iemand van ons eruit wordt gegooid, gaan we gelijk met z'n allen eruit. Gelijk begin dan. Goed voor mij niet. Ja. Welkom dames en heren, mijn naam is Evert de Napel. Succes, Boris. Yes, iedereen is er. Ik wil rommelen, maar uitgewerkt. Ja, beginnen. Succes, Boris. En de aftrap is genomen. Laten we hopen op een prachtwedstrijd met veel doelpunten. Wij zijn er klaar voor. Oh, dat is mooi over de vleugel gepaast. Quinn. Messi aan de bal. De bal vertrekt van de schoen. Lekker, hè? Het eerste doelpunt van deze wedstrijd is een feit. En daar hebben we niet lang op hoeven wachten. U zal de tegenstander moeten komen even. Van dichtbij de proberen lekker de nul te houden. Goed geanticipeerd. Die speler was de verdediger van het straf. De bal gaat er vandaag voor het eerst in. Zo'n paas moet veel nauwkeuriger. Dit lijkt nergens op. Quinn. Oh, dit kan een kans worden. Achter de doelman mag een doeltrap nemen. De voelie, man. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Ja, we krijgen al een eerste vrije trap. Dat is een makkelijke prooi voor de keeper. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Een lange bal om het spel open te breken. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Zeeën van tijd. Dit kan gevaarlijk worden. Cissé. De bal gaat heen en weer. Messi heeft hem. Quinn. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? En een schot. En de keeper heeft hem klem vast. Als je hier in balbezit komt, moet je daar ook van profiteren. Modric. Speelt de bal weer terug. Cissé. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Cissé. Aanval afgeslagen en misschien de kans om zelf iets te doen. Kans om te schieten.
Wie gaat de hoekschop nemen? De hoekschop wordt kort genomen. Hij weet die paas te onderscheppen. De bal gaat breed. Messi heeft hem. De scheidsrechter past de voordeelregel toe en eens kijken hoe dat uit gaat pakken. Volgens mij is de goede beslissing goed gezien. De tegenstander probeert de opbouw te verstoren. Quinn? Ja. Het publiek fluit is niet blij met die terugspeelbal. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Overtreding gezien door de scheidsrechter. Met vrije trap ook niet. Wie weet levert dit een kans op. Messi heeft hem. Dat paasje biedt mogelijkheden. De bal wordt teruggelegd. Daar is opnieuw een goal. Is dit een beslissing, Juri? Wat denk jij? Je zou het al haast denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, Evert. Maar de tegenstander zal aan de pak moeten als ze hier niet met de nederlaag van het veld willen stappen. Het lijkt zo makkelijk van zo dichtbij, maar het gaat nog wel eens mis. Niet in dit geval. Nee, hij zit er lekker in. De verdediging lijkt te slapen. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Dat was een overtreding. Scheidsrechter geeft een vrije trap en misschien komt er ook nog wel een kaart. Modric. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Over de vleugel, maar dan wordt de bal handig onderschept. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Delgado. Slechts 2 minuten blessuretijd. Geen aanspeelmogelijkheden, dus maar weer een tikkie terug. We gaan de rust. Ik ga mijn match wat korter maken. Een beetje pace hebben. P70 als links buiten. Even checken. Kijk mijn uitpositie 3. Ik heb het vergeten van. Ik weet alleen dat ik even zo'n pijltje krijg dat ik even het ergens anders moet lopen, maar. Ik zie daar bij jou 2 man, ik dacht laat me meerennen voor die. Ja toch, lekker man. Ik heb eerder 2 man. Lekker man. Nog eentje. Ja. En deel 2 van het spektakel is begonnen. Ja, de keeper die ken ik. Komt niet verder. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Fijn paasje. Dit is de kans op de aansluitingstreffer. Doelpunt. Wat een fantastische kopbal. Messi heeft hem. De paas gaat diep en breed ook. Delgado. Gaat hij voor eigen succes of speelt hij af?
De aanval leek gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. Daar zit de tegenstander tussen. Ja, dit gaat goed. Bal op de paal en terug het veld in. Messi aan de bal. Delgado. Wat gaat hij doen? Gepakt door de keeper. Hij speelt de hele dag al goede passes. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Messi heeft hem. De bal gaat over de zijlijn nadat hij is aangeraakt. De rug op de keeper. Hij fluit voor een overtreding. Zou hij ook zijn boekje uit zijn zak halen? Dat is geel. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Oh, dit kan een kans worden. Cissé. Zo, die is hij kwijt. Keurig langs de man. Messi heeft hem. Goed gezien door de verdediger. Delgado. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Delgado. De scheidsrechter heeft iets gezien en fluit. Hij weet die paas te onderscheppen. Prima breedte paas. De bal gaat heen en weer. Prima onderschepping daar. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Daar heb je bijna een steekbal. Maar de tegenstander weet het gevaar eruit te halen. Messi aan de bal. Die paas wordt onderschept. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Messi aan de bal. Cissé. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Ja. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog net iets meer dan 15 minuten. Quinn. Messi heeft hem. Schot gelost. Een super redding hoor voor de keeper. Messi. Die bal is voor de tegenstander. Ik zou maar uithalen. Ik denk niet dat dit de bedoeling was, Jury. Het lijkt wel een vuurpijl. Ja, hij komt niet eens op het doel, Evert. Dus.
corner wordt kort genomen. Dat was een heel belangrijke tackle. Daar zit de tegenstander tussen. Scheidsrechter fluit terecht voor buitenspel. Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. En dat is raken. En weer scoren ze. Het wordt een hele duidelijke overwinning. Hij staat hier echt lekker te diep. Dit is niet de eerste bal die hij aan het netje moet halen. Nee, hij heeft echt een off day vandaag. Het is dramatisch eigenlijk. Het zit hem helemaal niet mee vandaag. Cissé. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Een dubieuze tackle, maar de scheidsrechter geen voordeel. We hebben nog maar 3 minuten aan er. Overtreding, vrije trap en misschien ook wel een kaart. Eens kijken wat de scheidsrechter gaat doen. Maar moet ik straks foto maken van die dingen? Ja. Ja, geen kant. Ja. Over de flank gepaast. Slechts 2 minuten blessuretijd. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Ja, hij zit er goed bij en heeft de bal te pakken. Prima redding. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Einde van het duel. Deze club doet het geweldig en na deze overwinning halverwege het seizoen is promotie zeker mogelijk geworden. Ja, daar moeten ze zich nu op gaan richten. Hij weg. Gaat die.